Beste mensen, allemaal hartelijk welkom op deze commissievergadering met één onderwerp, de APV. Maar kennelijk zit er toch een aantal dingen in die mensen interesseren. En vandaar dat ik net met de griffier heb overlegd van we wijzigen de agenda een klein beetje. We doen het spreekrecht na vaststelling afsprakenlijst, want dan kunnen we straks gewoon alles in één keer afronden. Er is niets gemeld voor de rondvraag, dus dat punt hoeven we ook niet te behandelen. En, zijn er nog opmerkingen over de afsprakenlijst? Niemand? Dan stellen we die vast. En dan gaan we over tot de inventarisatie van insprekers. We hebben er vier. De heer Swinselman, Horeca Nederland, afdeling Ommen. De heer Michael van der Vecht van Team DAOM. De heer Tim Metselaar, Carbit Team Ommen. En mevrouw Van der Boom. We beginnen met de heer Swinselman, want die heeft een korte reactie, heb ik gezien. Die vroeg mij vooraf van wat zijn de spelregels. Ik zeg nou maximaal 5 minuten. Hij zei hier lees maar. En... Het woord is aan de heer Swinselman en Ajax dat is straks in de pauze. Hij doet het. Ja, goed. Goed. Geachte voorzitter, geachte college en geachte gemeenteraad. Ik ben hier als voorzitter van de namens de leden van Horeca Nederland afdeling Ommen. En het is mijn eerste keer dat ik überhaupt inspreek, dus het is allemaal. En ik weet, ik ben soms wat emotioneel, maar goed, dat is vaak een andere reden. Maar goed. Allereerst wil ik namens Horeca Nederland melden dat wij de huidige verstandhouding en de contacten zoals die er zijn tussen de gemeente, de ambtenaren van de politie, als enorm prettig ervaren. Verder kan ik kort zijn. De reden dat ik hier sta, jullie moeten, het raadsvoorstel ligt, de herziening APV, met betrekking tot de sluitingtijden van de terrassen voor de horeca. En meestal dan staan hier mensen voor u die tegen bepaalde voorstellen zijn. Nou goed, ik kan u melden, wij zijn voor. Ja. En ik heb dan ook eigenlijk alleen het volgende. U kunt allemaal lezen hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Maar mijn vraag is eigenlijk, mochten er bij u nog vragen heersen, dan hoop ik u daar antwoord op te kunnen geven. Mochten er nog opmerkingen of bedenkingen zijn, dan hoop ik die bij u weg te kunnen nemen. Zo niet, dan in ieder geval bedankt voor uw aandacht. Vragen voor de heer Swinselman. Ja, meneer Swinselman, ik heb inderdaad een vraag. Want dit voorstel wat er ligt, daar staat aangegeven van als mensen, als de sluitingstijd is, dat nadien, dan kunnen mensen nog een poosje blijven in de horecagelegenheid, maar... Hoe doen we dat met de rokers? Als ze naar buiten gaan, mogen ze dan niet weer in. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want heeft iedereen een rookruimte binnen? Of, nou, ik zou je dat wel kunnen toelichten. Hoe jullie dat gaan doen? Want ze mogen eigenlijk niet meer naar binnen, als ik het voorstel goed gelezen heb. Er stond dus een regel in de oude APV, of in de bestaande APV, dat tussen 2 en 4, met name dan op de zaterdag, geen nieuwe bezoekers naar binnen mochten. Dus daar was op een gegeven moment, er werd gevraagd, nou ja, wat is dan nieuw? Dus iemand die bestaan, die binnen is, die gaat naar buiten, is dat een nieuwe bezoeker die dan weer naar binnen wil? Nou ja goed, dat heb ik begrepen, dat was een beetje grijs. Dus nu mogen er geen bezoekers meer naar binnen tussen 2 en 4. De overgroot deel van de collega's heeft een rookruimte. Nee. En er verandert eigenlijk niet zoveel tussen 2 en 4, maar wel met de deurtijden en de terrastijden. Nu is het zo dat tussen 12 en 1 mogen de mensen wel naar buiten en weer naar binnen. Maar dat betekent eigenlijk concreet dat de ondernemer bij de deur moet staan. Moet controleren of er geen glas bier meer of
drank mee naar buiten gaat. We mogen wel buiten roken, we mogen wel weer naar binnen. Dus dat is eigenlijk die verruiming van dat uur, de deurtijd en de terrastijd. Die is nu niet gelijk. Tussen 2 en 4 verandert er in die zin niet zoveel. En is het eigenlijk het creëren van rookruimte de oplossing. Dan mag u plaats innemen, want verder zijn er geen vragen. Okay. Oh ja, van de heer Van der Boek. Nee. Nee. Dan is de beurt aan de heer Michael van der Vecht. Oh, D-A-O-M, dat staat dan vast voor Karbitski dan. Michael, je mag in 5 minuten tijd je zegje doen. Vervolgens mogen deze dames en heren hier in de kring vragen aan je stellen die je mag beantwoorden. En vervolgens mag je je plaats weer innemen. En dan aan het eind van de behandeling mag je eventueel nog in een minuut tijd je zegje weer doen. Ga je gang. Geachte meneer de burgemeester en leden van de raad. Het karbitschieten binnen de gemeente Ommen is al jarenlang een diepgewortelde traditie. Wat veel bekijks trekt van personen uit Ommen en de omliggende plaatsen. Daarom vinden wij het erg spijtig om te horen dat de gemeente Ommen het karbitschieten met vaten waarvan de inhoud groter is dan 50 liter aan banden wil leggen. Desondanks dat er een x-aantal klachten zijn binnengekomen de afgelopen jaren, moet de gemeente naar onze rekening rekening mee houden dat er veel meer mensen zijn die van het spektakel genieten dan het klein percentage klachten dat naar verhouding is binnengekomen. Tevens denken wij dat er een mogelijkheid is dat als het karbitschieten met vaten van groter dan 50 liter aan banden wordt gelegd, dat de bezoekers die nou de afgelopen jaren zijn wezen kijken, dat die dan zelf de straat op gaan met de kabitbus, terwijl zij minder weet hebben van de algemene reglementen binnen de gemeente. Waardoor er dan juist, naar onze mening, misschien meer klachten binnenkomen en overlast wordt veroorzaakt. Het is ook waar dat een kok niet kan koken in alle monden. Omdat er maar een verhouding een klein aantal klachten is binnengekomen tot de mensen die komen kijken. Maar is het anders een idee om samen een oplossing te denken in plaats van problemen? Zou er geen mogelijkheid zijn om door de gemeente een bepaalde plek aangewezen te krijgen waar het wel mogelijk is om te schieten met vaten groter dan 50 liter, bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom, dat we met z'n allen op een centrale plek staan? Dat was het. Zijn er nog vragen? We hebben het gehoord, commissieleden, van u wordt uitgenodigd om vragen te stellen. De heer Bongers van de LPO. Ja, dank u wel. Ik ben even benieuwd, dat wordt even wat technisch, maar in welke manier borgen jullie de veiligheid? Op het moment hebben wij een elektrische ontsteking. Wij hebben afzetlint her en der omheen. Van tevoren, voordat wij een schot lossen, laten wij een geluidssignaal horen, dat de mensen weten wat er aan de hand is. Nou, we hebben, zoals ik al zei, een lint gespannen. Aan de toeschouwers die langskwamen, deelden wij allemaal gehoorbescherming uit, van die wegwerpgehoorbescherming, dat ze de oren konden beschermen. Ze mochten absoluut niet voor het kanon, om het zo over te noemen, voor het vat langslopen. Als iemand door de lint heen kwam, werd ook gelijk alles stilgelegd. En werden dan moesten ze achter de lint voordat we verder gingen. Achter de linten mocht ook niet gerookt worden, omdat je werkt met een gas wat licht ontvlambaar is, wat kan ontvlammen. Het mocht ook absoluut niet gerookt worden. En zo probeerden wij dat eigenlijk te waarborgen. Aanvullende vraag. In hoeverre is er met jullie overleg gepleegd over de wijziging van de APV zoals die nu voor ligt? Qua overleg eigenlijk, naar mijn mening mag er niet eens overleg genoemd worden. Wij hebben een mailtje gekregen dat de APV door de commissie gewijzigd zou gaan worden. Omdat een voorstel lag. Maar qua overleg is het vrij weinig geweest. Wij zijn afgelopen jaar na Oud en Nieuw, dus niet de afgelopen, maar die daarvoor. Ze hebben wel een keer met z'n allen bijeengekomen op het gemeentehuis. Kijken hoe we het dit jaar gingen aanpakken en wat eventueel veranderd zou worden. Hebben wij dit jaar allemaal een plan ingediend. Een veiligheids- en gezondheidsplan als het ware. Met de tekening erbij en de veiligheidseisen of de maatregelen die wij hebben genomen. Om toch enigszins kunnen aantonen dat wij het wel veilig proberen aan te pakken. Zonder de overlast en gevaar voor mensen. Kleine aanvullende vraag. Je had het over een eventuele alternatieve locatie waar jullie over zouden willen spreken. Waar denken jullie dan aan?
De locatie zelf ja, is nog onbekend. Maar dan hadden wij bijvoorbeeld in gedachten een weiland buiten Bodekom. Gewoon ver van woning af, ver van zorgboerderij af, van agrarische sector, van de zorg. Daar ver vanaf, dat toch zo min mogelijk mensen last van hebben. En wij wel onze plezier mogen hebben. Tot slot nog een kleine vraag. Zijn er bij jullie klachten binnengekomen? Wij hebben zelf geen klachten ontvangen. En van de andere teams ook niet, wat ik tot dusver mee heb gekregen. Maar wij lazen wel in de brieven in de mail van de gemeente dat er wel klachten waren binnengekomen. Maar waarvan wij zelf nog nooit iets gehoord hadden. Okay. Wat wij ook enigszins wel jammer vonden. Want stel het zou wel zo zijn dat we ook samen naar een oplossing kunnen zoeken. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. De heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. In de notitie die voor ons ligt over het karbidschieten is ook sprake van incidenteel schade, kapotte ruiten. Zijn jullie daarvoor verzekerd? Kun je je überhaupt verzekeren voor zoiets? Ik denk dat het niet mogelijk is dat je daarvoor kan verzekeren. Maar wij, zoals ik net ook aangaf, van die schade, van die klachten, hadden wij pas gelezen in de mail. Okay. Dus daar is jullie niks van bekend, van die schade? Nee, tot die mail eigenlijk dus weer niet. Mevrouw Makkinga. Ja, ik heb nog een aanvullende vraag eigenlijk ook inderdaad op die... je zegt van nou misschien willen we het op een andere plek buiten Olmen, buiten het centrum, meer op platteland. Hebben jullie met het... Er zijn meerdere teams in Olmen die karbidschieten doen. Hebben jullie met elkaar overlegd, stel je dat dan voor dat je zegt nou ja, dat doen we dan met z'n allen. Of krijgen we om me heen allemaal plekken met verschillende teams. Hoe stellen jullie dat voor? Hebben jullie daar met elkaar over gehad of nog niet? Met elkaar hebben we het nog niet echt over gehad, maar dan lijkt het mij het verstandigst om allemaal op één plek neer te zetten. Dat je het gecentraliseerd hebt. Ook als de mensen komen kijken, dus de toeschouwers, dat ze maar naar één plek hoeven. En niet het halve land hoeven af te fietsen om een knal te zien. Graag gedaan. Ja. Dank u wel. Dan is nu het woord aan het karbidteam Ommen, de heer Tim Metselaar. Ja, het meeste is denk ik al gezegd door mijn voorganger, maar ik wil er nog even op inhaken dat wij staan denk ik al 4-5 jaar staan we op de Robbrink. En op het drukste moment op de dag staan er 250 tot 450 man tegelijk. En er zijn nog nooit incidenten geweest. En vorig jaar zijn we dus benaderd door de gemeente van dat we vergunning moeten hebben, evenementen- en horecavergunning. Geen probleem van gemaakt. We snappen dat de gemeente de verantwoordelijkheid niet wil dragen voor als er wat fout gaat. Alleen, wij houden ons strak aan die regels en er wordt niet op gecontroleerd, de hele dag niet. We hebben 's ochtends om 11 uur, voordat de eerste schoten waren gelost, hebben een wijkagent gehad. Die heeft even gekeken en voor de rest van de dag is er niet meer geen controle meer geweest op de vergunning en op de naleving van de regels die in de vergunningen staan. Dus ik denk ook dat er bij betere naleving wordt er ook meer afstand gehouden van de bebouwde kom en dergelijke. Wij staan altijd met de bussen tegen de bosrand aan. Dus overlast van ons zal er in principe in de bebouwde kom niet zijn. En helemaal geen schade. Mevrouw Makkinga. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd van jouw voorganger die zei van nou misschien kunnen we het op één plek doen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hebben jullie daar ook wel eens onderling over gehad, ja of nee? Nee, in principe hebben we daar nog niet over nagedacht. Omdat we kregen voor 2 of 3 weken terug kregen we ook gewoon een mailtje van de APV wordt veranderd en that's it. Dus ja, we zijn met een groep jongens van pak een beetje 11, 12 man. Dus ja, voordat we iedereen bij elkaar hebben om eens wat te overleggen, dan ben je al een x-tijdje bezig. Dus we hebben het nog niet over gehad. Vind je het een gek idee of niet? Denk je zelf? Ik denk persoonlijk niet dat het echt gaat werken. Oké. Nee. Dan mag je je plaats weer innemen. Ja, maar goed, bedankt. En dan mag nu mevrouw Van der Boon naar voren komen. Het woord is aan u. Dank u wel. Beste mensen, ik ben hier om mijn bezorgdheid uit te spreken over de eventuele verruiming van de openingstijden van de horeca. Dit doe ik ook namens een aantal families uit het centrum die ik heb bezocht en gesproken. Ik heb gemerkt dat men het vreselijk vindt als tot een verruimingstijd wordt opbesloten.
Men vindt de muziekoverlast verschrikkelijk, onder andere de bissingavonden, en elk jaar is er meer lawaai. Het laatste uur van 12 tot 1 s'nachts is de muziek harder. Na 1 uur is er nog steeds muziek en met veel herrie worden de tenten afgebroken en dat duurt ook nog eens een keer 30 minuten. Wat de bewoners graag zouden zien is eerder beginnen en eerder stoppen. Voorheen was het tot 12 uur, nu is het tot 1 uur en straks misschien tot 2 uur. Er zijn bewoners die hun huis uitvluchten en elders overnachten. Het is eigenlijk van de zotte. Is de horeca het heilige de heilige van de gemeente? BMW zijn diverse keren uitgenodigd door mijn buren voor een drankje, om zo te laten weten en te ervaren hoeveel overlast de muziek brengt. Diverse bezochte families vinden dat de kroegbazen meer verantwoording moeten nemen. Het hele jaar op het gedrag ook van de flink aangeschoten cafébezoekers. Veel vernielingen van planten, plassen, braken, glasscherven, schreeuwen is onacceptabel. In de winter is het vrij rustig, maar er zijn ook momenten dat het flink tekeer gaat. Met live muziek dat dondert door de straat. Is het niet triest dat er geen rekening wordt gehouden met de bewoners? Ook krijgen de bewoners dreigementen naar hun hoofd geslingerd. Rot op, wij weten waar je woont. Waar bemoei je je mee? Moet ik je deur intrappen? Voor zover ik weet is er geen van u woonachtig in het centrum. En weet u dus niet uit ervaring wat het is om lawaai, overlast te moeten accepteren. Wij als bewoners voelen ons in de steek gelaten, worden niet geïnformeerd en er wordt over ons beslist. Ook over onze avonden en onze nachten en zelfs het weekend. Ook diverse café-eigenaren hebben een woning buiten het centrum en hebben dus geen last van het door henzelf georganiseerde activiteiten. Ik zou nog graag veel meer willen zeggen, maar 5 minuten is nu te kort. Voorstel heb ik op uitnodiging van de gemeente, de horeca en de omwonenden samen te laten komen en met elkaar een oplossing te vinden. In ieder geval vinden wij minder harde muziek, bassen omlaag, permanente urinoirs en meer politie. Dank u. Vragen voor mevrouw Van der Boon. Mevrouw de Jonge. Dank u. Er wordt gesproken over een aantal families. Kunt u aangeven hoeveel dat er zijn? Want een aantal is natuurlijk een breed begrip. Dat is het ook. Maar ik heb weinig gelegenheid gehad om meer mensen te bezoeken. En de mensen die ik bezocht heb, die heb ik hier verwoord. In de aantallen, hoeveel zijn dat er? En is dat echt in de kern van het centrum of ook de buitenrand? Brugstraat, Markt, Permestraat. Oké, want ik ben zelf wel woonachtig in het centrum, dus vandaar. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, mevrouw, voor de toelichting. Als ik u goed beluister, dan spits u vraag, uw kritiek, met name op de festiviteiten. De APV die gaat over de tijden. Maar als ik u goed begrijp, dan gaat het vooral bij de tijden die de festiviteiten met zich meebrengen. De bissing bijvoorbeeld. Onder andere. Maar er zijn ook de weekenden dat het, net gehoord van meneer Winsman, dat ze dus laat open mogen zijn. En dan verzamelen ze zich vaak en ze trekken van het ene café naar het andere café met enorm veel lawaai. En er wordt gestompt tegen de puien. Ja, ik moet nog bijvertellen, mijn partner die heeft toch schrift bij mij aan de voordeur gebracht, zodat ik niet meer urine hoef te dweilen. En dit zijn dingen die dus het hele jaar door gebeuren. Ja, maar ik zoek even naar het verband met de APV en de tijden die daarbij horen. Want de problematiek die u schetst is breder dan alleen de tijden, denk ik. Omdat de problemen ook breed zijn. Ja, oké, dank u wel. Is er nog iemand voor mevrouw Van der Boon? Nee, dan mag u uw plaats nemen. Dank u wel. En dan gaan we over tot behandeling. Ik neem aan dat iedereen elke fractie het woord wenst te voeren. Dat is inderdaad zo. En dan beginnen we bij de ChristenUnie.
die mag voor het vuurwerk zorgen. Dan dank ik u wel, meneer de voorzitter. Er was bij ons even wat aarzeling wie op dit punt het woord zou voeren. En dit punt bedoel ik dan de complete APV, omdat daar ook het onderwerp karbiet zit. En ik meen begrepen te hebben dat we daar enige naam in hebben gekregen. Niet gemaakt, maar gekregen. Maar er zijn meer onderwerpen. En dachten we dat het eerst ging om aanpassing van een aantal technische onderdelen. Maar bij nader inzien gaat het toch om wat meer. En hebben we toch behoefte aan een wat meer inhoudelijke benadering. En ik wil meteen maar bijzeggen, omdat wij er niet geheel zeker van zijn of dit een bespreekstuk gaat worden, hebben wij ook wel behoefte om iets meer inhoud te geven aan onze vragen. Meneer Van der Mooren, u bepaalt zelf of het een bespreekstuk wordt of een hamerstuk. Dus dat argument, daar ben ik niet gevoelig voor. Maar goed, u krijgt van mij de ruimte, want het is een belangrijk onderwerp. Ik dank u voor uw flexibiliteit. En als het gaat, en dan pak ik meteen maar het onderwerp, de sluitingstijden of de verruiming daarvan. Bij ons weten kunnen verplichte sluitingstijden voor horecabedrijven worden vastgesteld in het belang van de openbare orde of het beperken van overlast, beschermen van woon- en leefklimaat. Ik geloof dat we uit de woorden van de laatste inspreker daar iets over hebben gehoord. Begrijpen we het onderdeel van het voorstel wijziging APV op dit onderdeel goed, dan komt het erop neer dat de sluitingstijd voor het terras met een uur wordt verlengd in het weekend. Dat is het. Dat bezoekers van de horecainstelling na 2 uur niet opnieuw naar binnen mogen. Dat er geen nieuwe bezoekers mogen komen, dat is voor de fractie van de ChristenUnie te volgen. Maar naar onze mening heeft het uitgangspunt bezoekers niet opnieuw naar binnen absoluut geen waarde, omdat het niet te handhaven valt. Als er sprake is van geen nieuwe bezoekers, dan is dat voldoende afgebakend. En we gaan daarbij uit van voldoende verantwoordelijkheidsgevoel bij de horecaondernemer. Waar onze moeite zit, meneer de voorzitter, dat is dat de verruiming van de sluitingstijden op zich een punt is. En dan ook nog gelegenheden waar alcohol wordt geschonken. Enerzijds zijn wij als gemeente druk bezig om alcoholmatiging via een drank- en horecamaatregelen te bewerken. En hier wordt om economische redenen, en als dat anders is dan horen we dat, hier wordt om economische redenen verruiming van het gebruik van alcoholische dranken voorgesteld. Graag vernemen we van het college hoe om te gaan met het spanningsveld. En we hebben begrepen dat de kwetsbare collegeleden niet aanwezig zijn. Dus we hebben twee vragen. De eerste vraag is die naar de handhaving. En de tweede vraag is naar het spanningsveld, naar wat er naar onze mening zit in het terugdringen van alcoholgebruik enerzijds versus de verruiming van mogelijkheden tot anderzijds. En dan wat kabiet betreft, op zich is de redenering te volgen. Je zou zelfs kunnen zeggen, de redenering zoals die in het stuk wordt gehanteerd, je zou zelfs kunnen zeggen dat er sprake is van een voortschrijdend inzicht. Alleen is dan naar de mening van de ChristenUnie hier geen sprake van voortschrijden, maar van voorthollen. En dat zou op zich weer een aanwijzing kunnen zijn om voortaan, vooraf, beter na te denken over de ondernemersstappen. En wij hebben zo het idee dat je als gemeente niet echt bij de bevolking scoort op deze manier. En we proberen juist de bevolking steeds meer bij ons te betrekken. Dan moeten we oppassen met de naam die we hebben en krijgen. Dank u. Heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij waren toch wel enigszins verrast door de mededelingen die daar rond de APV werden gedaan. En dan in het bijzonder het kabietschieten. Nou, wij hadden vernomen, was het vieren van oud en nieuw in Ommen vlekloos verlopen. En zonder grote bijzonderheden. En nou krijgen we een nieuwe APV en dan blijkt er toch een aantal incidenten te hebben plaatsgevonden die aanleiding zouden moeten zijn om de APV aan te passen met betrekking tot het kabietschieten. Wij zouden graag willen weten, wat zijn nou die incidenten en wat heeft nou de betrekking op die 50 liter, of beter gezegd op het groter dan 50 liter bussen kabietschieten.
Wat wij ons ook afvragen, want het college komt dan meteen met een maatregel van ja, dan stoppen we ermee. Nou, collega van de Morgen gaf het ook al aan, we hollen we niet te hard. Moeten we niet eerst kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn? En in dat verband vragen wij ons af, hoe zit het in andere gemeentes? Ik kan me voorstellen dat in dit deel van het land er wel gemeentes zijn waar wel nou, melkbussen of anderszins gebruikt worden die groter zijn, of in ieder geval meer inhoud hebben dan 50 liter. Is daarnaar gekeken? Zo ja, wat betekent dat? En kunnen wij daarvan leren in Ommen? Dus oorzaak en gevolg prima, maar maken we niet in één keer te grote stappen. Daar zouden wij toch graag iets meer informatie over willen hebben. Dat was onze eerste termijn, voorzitter. De heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Even inhakend op dat Karpitschiet inderdaad, over de APV hebben we het al gehad. Inderdaad, ik ben er zelf ook een aantal keren bij geweest. Het wordt perfect georganiseerd. Dus wat dat betreft alle lof voor de initiatiefnemers. Aan de andere kant kan ik ook de redenering volgen wat betreft inderdaad de medeverantwoordelijkheid die er weer wellicht heerst voor de gemeente. Wat ik wel vind van een van de insprekers, het alternatief voor een bepaalde locatie, een centrale locatie ver buiten de bouwde kom, om het daar dan te gaan doen. Ja, ik ben benieuwd naar de mening van het college hierover. Ik vind het op zich niet zo'n heel gek voorstel. Dit was het, de eerste termijn. Mevrouw Lagas van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er zijn al de nodige vragen gesteld, dus ik niet heel erg veel verder op ingaan. Nog even een opmerking over de sluitingstijden. Het is al eerder eventjes gememoreerd, maar toch nog even een extra punt daarop. Die handhaving voor komende en gaande gasten tussen 1 en 2 of dus na 2 uur lijkt me lastig handhaafbaar. Het is bijna een taak van de horecaondernemer zelf en ook dat zal lastig zijn. Op zich hebben wij niet zo heel veel bezwaar tegen verruiming van de terrastijden. Het advies van de politie wat daarbij zat, daar hadden wij wel begrip voor. Ik denk wel dat het belangrijk is, maar volgens mij, dat werd ook al door een van de raadsleden gevraagd aan de inspreekster. Dat de opmerking die zij maakte over overlast is veel breder dan alleen maar die sluitingstijden. En dat lijkt mij toch wel iets wat misschien wel opgenomen kan worden om dat eens met de bewoners en de horecaondernemers te bespreken als dat mogelijk zou zijn. En wat betreft het karbietschieten, ja, ik denk dat het inderdaad, nou, of het nou te snel was, dat weet ik niet. Er is een constatering. Ik vind het wel jammer dat er even niet met de groepen blijkbaar daarover overleg is geweest, wat eraan hinder was. Het enige wat ik mede kan delen, is dat ik ook een persoonlijke ervaring had, 500 meter verderop van de Rotbrink. En ik dacht dat daar de gevel naar binnen kwam. Maar dat zal mijn persoonlijke ervaring geweest zijn. En ik vroeg me toen af, komt het nou helemaal van de Rotbrink? Want het was best een eentje verderop. En dat was wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. De heer De Vries, op les van D66. Voorzitter, dank u wel. Wat betreft de openingstijden horeca. Ja, daar hebben we natuurlijk een knelpunt. Want dat is het belang van een deel van de burgers die daar behoefte aan heeft. En een ander deel van de burgers, woonachtig in het centrum, ervaart het als overlast. Dus daar hebben wij een eigen afweging te maken. En die zullen we denk ik dan in de raadzaal moeten maken. Als het voorstel er ligt op in de raad, niet in de commissie. Wat ik u wel wil aangeven is dat in mijn ogen hier weer het principiële punt waar we vaker tegenaan lopen aan de orde is. Namelijk dat het gedrag van burgers ja, of aan het veranderen is, of in ieder geval het rekening houden met andere burgers wat minder wordt. En dan doel ik dus op het plassen tegen gevels, het maken van herrie op een plek waar dat eigenlijk niet noodzakelijk is. En de vraag die zich dan opdient is, ja, dit reglement is eigenlijk bedoeld om spelregels met elkaar als burgers af te spreken, waarvan we als gemeente zeggen, dat vinden wij een redelijk, ik zou haast willen zeggen, een redelijk alternatief, maar het is een schipperen tussen wel of niet. Maar we constateren dan vervolgens dat er wel van overlastgedrag sprake is en dat we op de een of andere manier niet weten hoe we dat overlastgedrag dan kunnen beperken. En mijn vraag is dan ook van, ja, kunnen wij niet op een andere effectieve manier dat overlastgedrag aanpakken? Daar zou ik graag de mening van het college over willen hebben. En kunnen we dan regels die daar op betrekking hebben niet ook in de APV opnemen? En dan kom ik nog op een ander onderwerp waarvan ik het merkwaardig vind dat ik van geen van mijn collega's dit overhoor. En dat zou ik haast willen noemen het opnemen van het blowverbod.
Ik moet zeggen dat het mij verbaast, en ik wil graag ook daar de mening van het college over hebben, dat iets wat in dit land legaal is, dat wij dat gaan verbieden. Kijk, handel lijkt me inderdaad verbiedenswaardig, maar het gebruik is volgens mij voor persoonlijk gebruik niet verboden. En bovendien weten we dat in toenemende mate aangetoond wordt dat het ook medicinale toepassingen kent. Met andere woorden, er is ook nog eens een keer sprake van dat er een groep burgers is die baat heeft bij het gebruik. Zonder dat het, laten we zeggen, persoonlijk genot geeft. Ja, de vraag dient zich dan op, waarom gaan we dan een verbod instellen voor iets wat normaal gesproken toegestaan is? En je kunt zeker van mensen die er baat bij hebben in medicinale toepassing niet verwachten dat ze dat niet doen 24 uur per dag, dus ook wel eens op straat. Dus de vraag is van, wat is de principiële reden om het te verbieden? Het gebruik, voor persoonlijk gebruik. Hè, laten we zeggen het handel en dat soort zaken, laat daar duidelijk over zijn. Dat is niet legaal, zeker niet in de openbaarheid. Maar de vraag is van, ja, hoe verbieden we het dan? En als we het verbieden, kunnen we het dan überhaupt handhaven? Nou, en dan nog even het probleem van het karbietschieten. Ja, ik denk dat we wel moeten constateren dat we bij de vorige vaststelling van het reglement getracht hebben om ook daar weer te schipperen tussen aan de ene kant toestaan en aan de andere kant principieel verbieden. En wat ik zelf wel een bijzondere zaak vind, is dat we moeten constateren dat in de gemeentes om ons heen er toch anders over gedacht dan kennelijk toen wij de vorige bespreking hier in de gemeente hadden. Wat is nou de reden dat we daar de vorige keer niet even bij stilgestaan hebben? En levert het problemen op als wij in de gemeente om er anders over denken dan in onze buurgemeente? Daarmee bedoel ik eigenlijk de vragen, trekt dat dan niet bijzonder mensen aan? Ik neem aan dat u namens D66 hebt gesproken en dat ik zelf denk dat dat denken is namens D66. Het woord is aan de VOV-fractie, mevrouw De Jonge. Dank u voor het woord. Allereerst de sluitingstijden van de horeca. De VOV-fractie vond het goed om te horen dat de belangenorganisaties zijn betrokken bij het voorstel en zich ook kunnen verenigen met de aanpassing. Het enige wat wij wel jammer vonden is dat voor 16 februari al door Oemen, dit voorstel al door Oemen circuleerde. En er op 17 februari ook een persbericht naar buiten is gegaan vanuit het college. En we hebben dit al meerdere malen aangekaart, want het is vaker gebeurd. En hoe gaan we waarborgen dat dit in de toekomst niet gebeurt of dat de raad bijvoorbeeld eerder geïnformeerd wordt hierover? En dan voordat het college met het plan naar buiten gaat natuurlijk. Karbietschieten. Nou ja, als bezoeker van het karbietschieten vinden wij het een mooie traditie. En in december is hier door de gemeenteraad al uitgebreid over gesproken. En daar zijn ook een aantal standpunten ingenomen. En wij missen deze standpunten in dit voorstel. En daarnaast is even de vraag, waarom zijn de organisatoren van het karbietschieten niet betrokken bij dit voorstel? Daar zijn we even benieuwd naar. Als laatste, wat ons opviel in het voorstel, is dat er geschreven wordt dat er een politiefunctionaris aangewezen wordt als toezichthouder. Dat is onzin en ook niet nodig, want een politiefunctionaris die wordt beëdigd. En in de akte van beëdiging staat welke bevoegdheden diegene heeft. En bij een bijzondere opsporingsambtenaar is dit een bijzondere wet als de APV. Dus dit is een overbodig artikel. Mevrouw Makkinga. Ja, er zijn al veel vragen gesteld die wij ook op ons lijstje hadden. We hebben bij de openings- of de sluitingstijden, moet ik zeggen, hier nog staan inderdaad van, is er gesproken met de inwoners en hoe is dat gesprek verlopen? Dus ik begrijp eigenlijk dat weinig contacten zijn geweest, maar ik zou er graag een toelichting op willen hebben. Wat D66 aangaf, dat overlastgedrag beperken, kun je daar regels voor stellen? Die vraag hadden wij hier ook. En als het gaat om het karbietschieten, kunnen mensen nog iets zeggen over wat voor klachten dan inderdaad binnen zijn gekomen? Maar die vraag is geloof ik ook al gesteld. En wat ons wat verbaast, inderdaad, we hebben in september erover gesproken. En ik meen dat we toen ook iets afgesproken hadden om een soort tussenevaluatie. En nu is er licht in één keer een nieuw voorstel. Dus dat verbaast ons ook wat. En
waarom er dan geen overleg is geweest met degene die inderdaad dit soort activiteiten organiseren. Tot zover maar even. Behoefte aan schorsing of gelijk van Akita? Het woord is aan de heer Bouwmans, portefeuillehouder. Die is er, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij dat ik na 17 maanden ga meemaken dat ik het volstrekt oneens ben met de gemeenteraad. Want dat ben ik wel. En ik zal u ook gewoon uitleggen waarom ik dat ben. En dan mag u zelf een afweging maken, want uiteindelijk bent u het hoogste orgaan in deze gemeente en beslist u en niet de burgemeester. Volgens mij hebben we twee belangrijke thema's bij de kop. Misschien drie of vier. Maar er zijn twee die eruit springen. Daar hadden de insprekers ook inbreng op. En dat ging natuurlijk over de terrastijden. Enerzijds en anderzijds over het kabit schieten. En ik pak die twee maar eerst even bij de kop. En dan kom ik vanzelf op de wat kleinere thema's die geadresseerd zijn. Voor wat betreft kabit schieten. Een aantal van u heeft gezegd, we hebben daar toch vorig jaar een besluit over genomen. U zou dat evalueren. En nu komt ons dit, mijn woorden, koud op het dak vallen. Dan begrijp ik wel dat u dat zegt. Maar ik denk dat we vorig jaar op initiatief van het college een verkeerd besluit hebben genomen. Want met dat wij gezegd hebben, u moet melden wat u doet, hebben wij ook extra de verantwoordelijkheid naar ons toegetrokken. Overigens is het natuurlijk zo dat op het moment dat wij kennis dragen van activiteiten, dat wij daar ook een verantwoordelijkheid hebben, want we hebben als overheid een brede verantwoordelijkheid. Maar met dat het een meldingsplicht is geworden, is dat wel extra aan de orde gekomen. En dat maakt toch dat wij ook wel iets zouden moeten vinden van de activiteit. Ik heb vorig jaar bij de behandeling ook gezegd, ja, eigenlijk kan de gemeente niks vinden van de veiligheid. We kunnen wel een aantal suggesties doen. Aanbevelingen, maar of het echt veilig is, dat weten we niet. En we hebben dit jaar ook het laten gebeuren. Ik moet ook zeggen dat op een beetje aandringen van ons uiteindelijk iedereen die kabit heeft geschoten, voor zover wij dat na hebben kunnen gaan, ook daadwerkelijk zich gemeld heeft. Een aantal, dat is vanavond ook wel door de insprekers gezegd, heeft ook keurig maatregelen getroffen. En heeft denk ik ook, is onze waarneming, gewoon echt zijn best gedaan om het op een ordentelijke manier te laten verlopen. Dus dit voorstel is geen strafexpeditie richting de kabitgroepen in de gemeente, beslist niet. Want ik heb geen aanleiding om daar vervelend over te doen. Maar ik denk gewoon dat het besluit dat wij vorig jaar hebben genomen niet verstandig is. En ik heb niet incidenten waargenomen, meneer Bongers, maar ik heb wel we hebben klachten gekregen. En die hadden dan voornamelijk betrekking op lawaai, rinkelende glazen, dingen die daardoor kapot zijn gegaan. Nou, is dat nou substantieel? Ja, voor iedereen die overlast en schade ervaart, is dat natuurlijk substantieel. Maar laat me zeggen, in grote kansen valt dat natuurlijk wel mee. Dat is voor mij ook echt niet de primaire reden. Het zit hem voor mij echt in medeverantwoordelijkheid naar je toe trekken, waar je eigenlijk niet die kunt nemen. Dus mijn grootste bezwaar, en dat is ook zo uitgeschreven, zit hem echt op het punt van, we weten eigenlijk niet waar we ja tegen zeggen. En natuurlijk, het gaat ieder jaar goed. Fantastisch, gelukkig maar. Maar u heeft misschien ook meegekregen dat overigens met kleine kabitbussen de burgemeester van Staphorst bijna onthoofd is. Omdat hij wat te enthousiast dicht bij het uiteinde van de bus ging kijken. Ja, ik weet niet wat voor discussie we met elkaar hebben als het wel fout gaat. En natuurlijk moet je daar niet op koersen in het leven. Ik ben ook niet iemand die risico's mijdt. Daar gaat het me ook niet om. Maar we weten het gewoon echt niet. En we hebben ook geïnformeerd bij derde partijen van wie kan nou een oordeel vellen. Want je zou nog kunnen zeggen, nou, als er nou een instantie is die legitiem kan zeggen het is veilig. Als het aan deze en deze eis voldoet en dat kost dan geld. En dat kunnen we in de leesjesverordening bij de groepen neerleggen. Nou ja, dan zou dat iets kunnen zijn. Maar ik heb hem niet gevonden. De partij die zegt van oké, dit is als het op deze manier gebeurt, is het veilig. Dat is denk ik de belangrijkste achtergrond daarvan. Vechtalniveau gelijk trekken, ja, dat wil de politie graag, maar dat is voor mij niet een doorslaggevend argument. Het is natuurlijk wel handiger voor de politie, maar goed, dat vind ik niet persoonlijk het belangrijkste. Het is wel gevraagd inderdaad door de politie. Waarom is het vorig jaar niet in bespreking geweest? In alle eerlijkheid, omdat ik het op dat moment niet wist, anders had ik het waarschijnlijk wel ingebracht. En ik was in de veronderstelling dat wij de enigen waren
dat het elders ook nog mocht, laat ik het zo zeggen. Dus ik had er op dat moment een ander beeld bij dan dat de werkelijkheid bleek te zijn. Maar nogmaals, het zit voor mij echt op het andere punt. Dan de sluitingstijden. Kijk, het is goed dat we het er nu over hebben. Omdat feitelijk de praktijk de afgelopen jaren is geweest dat de burgemeester eigenlijk gebruik maakt van zo'n ontheffing. En dat doet hij omdat de afweging is dat het veiliger is om het terras open te laten. Dat geeft minder overlast, minder gedoe, minder mensen die gedwongen worden weggestuurd of stootjes en dat soort zaken. En eigenlijk is het in de praktijk daardoor de afgelopen jaren goed gegaan. In ieder geval, ik hem zelf afgelopen jaar waarnemen, dat is gewoon goed verlopen. De horecaondernemers hebben zich ook keurig opgesteld afgelopen seizoen. Hebben we ook geconstateerd, we hebben goed toezicht gehouden op die avonden om te kijken wat gebeurt er nou in de praktijk. En we zijn daar tevreden over. En dat is ook de reden dat we nu hebben gezegd, we nemen dit nu op in de APV. En uiteindelijk moet de Raad daar natuurlijk een afweging in maken. En eigenlijk is het democratischer om het zo te doen. Want u beslist het, dan is het ook helder. En iedere keer als een ontheffing wordt verleend door de burgemeester, is dat ad hoc. Eigenlijk niet meer open voor allerlei procedures en inspraak. Dus eigenlijk onwenselijk. Dus dit is gewoon een betere vorm, zeker als je het gewoon vast wilt doen. De inspraak van mevrouw Van der Boon is natuurlijk wel erg. En ik twijfel er geen moment aan dat zij dat zo ervaart en dat ook gewoon oprecht heel erg vervelend vindt. En dat doet me wel iets, omdat ik denk van ja, zo wil je natuurlijk niet wonen en je wilt ook niet eigenlijk ieder weekend denken, nou daar komen ze weer en met alle gevolgen van dien. Maar het hangt niet samen met de openingstijden van het terras. Ik denk dat het een ander vraagstuk is en de heer Svensenman zit achter mevrouw Van der Boon en ik denk dat we gewoon dit gesprek maar eens met elkaar moeten voeren. En ik zie de heer Svensenman ook wel knikken, dus volgens mij pakken we dat gewoon op die manier op. Dus wij gaan gewoon met een aantal bewoners, mevrouw Van der Boon heeft een aantal geïnventariseerd. Volgens mij kunnen we daar gewoon prima een gesprek met elkaar over voeren. En een aantal dingen die ze suggereert, bijvoorbeeld de plaszuilen. Nou, daar hebben we het recent in het overleg ook al over gehad. Die zijn er ooit geweest. Die zijn geloof ik weer wegbezuinigd. Maar misschien is het best een idee om met een aantal van dat soort maatregelen gewoon de overlast wat terug te brengen. En ook gewoon te kijken wat zijn dan de overlast hotspots en wat kunnen we daaraan doen. Want ik denk dat dat best mogelijk is. Dus ik ben in die zin ook blij dat mevrouw Van der Boon de moeite neemt om hier vanavond te komen. Ze had ook al contact gezocht met de dienst om dit te bespreken. Dus in die zin hebben we dit ook recent naar aanleiding van de bekendmaking van deze regels eerder van haar gehoord. Waarom vraagt nou niemand naar dat blowverbod? Tot grote teleurstelling van de heer De Vries, Robles. En is het legaal of niet? Ja, het is inderdaad legaal, daar heeft hij helemaal gelijk in. En desalniettemin zien wij dat blowende jongeren voor overlast zorgen. En dat willen we niet in het openbare ruimte. Als je wilt blowen, dan ga je lekker thuis op de bank bij je ouders en dan steek je maar zo'n ding op. Of liever niet. Maar goed, als je dat dan zo nodig wilt doen, dan doe dat maar thuis, maar niet in de openbare ruimte. Dat is voor de politie ook handig, dat heeft hij ook kunnen lezen, want dan kunnen ze ook met die jongelui iets doen. We zien ook wel her en der in de gemeente echt de overlast samenhangen met blowgedrag. Dus dat is echt de reden waarom we dit op deze manier willen doen. Voor wat betreft de vragen van mevrouw de Jonge, dat gaat enerzijds over de bekendmaking. Wij hebben eigenlijk een vaste procedure voor. Als wij een BMW-besluit nemen, dan is dat ook direct openbaar. Nou, dat is volgens mij ook iets wat uw fractie hier graag wil. En dan kan de pers het daadwerkelijk oppakken om daar iets over te schrijven. Dat kun je dan niet tegenhouden. Het is wel zo dat wij direct de Raad informeren over de besluiten die we nemen door de besluitenlijst toe te zenden. En in dit geval was dit blijkbaar een thema wat de pers ook interessant vond, want het gebeurt bijzonder regelmatig dat er niet over de BMW-besluiten wordt geschreven. Sterker nog, bijna iedere week wordt er niet over geschreven. Maar goed, dit hebben ze wel opgepakt. En ook in alle openheid, want we hebben het er vanavond over. Mensen kunnen er ook kennis van nemen en zich er ook iets van vinden. Kunnen hier ook inspreken. En uiteindelijk mag u een besluit nemen. Dus volgens mij hebben we dat gewoon netjes volgens de procedure gedaan. En kan dat ook eigenlijk niet anders. Voor wat betreft de ambtenaren, daar kijk ik even, want ik heb een antwoord gekregen. Want het is opgenomen op verzoek van de politie. Dus ik ga ervan uit dat het wel nodig is. Maar we zullen het nog een keer checken. Ik kan dat nu niet
nagaan of dat wel of niet klopt. Maar het is in ieder geval op verzoek van de politie. Het was niet onze eigen gedachte om het zo te regelen. Dus de heer Nijenhuis, onze ambtelijke ondersteuner, en ik zal dat even nagaan. En dan, als het niet nodig is, dan kan het er natuurlijk weer uit. Maar ik ga er voor eerst nog maar even vanuit dat het wel noodzakelijk is. Voorzitter, ik denk dat ik dan de hoofdthema's wel te pakken heb gehad. Dank u wel. Dat denk ik ook, maar we zullen dat merken aan de reacties in tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn te reageren? De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik wil de portefeuillehouder danken voor zijn open schuldbewustzijn door te erkennen dat er vorig jaar toch niet zo'n goed besluit is genomen wat kabietschietafspraken betreft. Tegelijk rijst dan bij ons wel de vraag in hoeverre de portefeuillehouder natuurlijk in zijn eentje of het college in zijn eentje tot meningen, tot besluiten komt. Ofwel, dat is een regelrechte vraag naar de ambtelijke ondersteuning. Maar daar zullen we het op een ander moment dan wel verder over hebben. Waar wij een antwoord hebben gemist is onze tweede vraag. Het terugdringen van alcoholgebruik versus verruiming van de mogelijkheden. Maar daar horen we zo graag een antwoord op. Dank u. De heer Bongers van de LPO. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat voor ons toch nog niet helder is, is dat... Kijk, we begrijpen de redenering van de burgemeester. Want we hebben dat hem zelf aangereikt vorig jaar bij de discussie. Dat daar best lastig is als je zegt, ik doe een meldingsplicht. Dan moet je ook criteria hebben waarop je die zaak gaat beoordelen. Wat voor ons nog niet helder is, is A... Bij welke gemeentes vindt dit wel plaats? Vindt de kabietschiet plaats en... Op welke manier wordt het dan technisch afgehandeld? En B, er wordt nu een limiet gezet op een 50 liter bus. Maar kunt u mij technisch duidelijk maken waar dat criterium vandaan komt? Waarom niet op 100 liter? Het komt vrij arbitrair over. Ja, een melkbus is 50 liter, maar dat is geen technisch criterium. Ik zou dat wel iets meer onderbouwd willen zien. Dat was het, voorzitter. Voorzitter, nog een... vraag aan de voorzitter van het college. Kunt u aangeven wat het verschil is van overlast door het gebruik van cannabis, zou ik als willen zeggen, en een overlast door het gebruik van alcohol en hoe we dat kunnen handhaven? En de tweede vraag is, hoe maken we onderscheid tussen het gebruik van dit soort middelen voor medisch gebruik of recreatief gebruik? Mevrouw de Jonge van de VOV. Dank u, voorzitter. De vraag waarom er geen overleg is geweest met de organisatoren, die is volgens mij nog blijven liggen. Mevrouw Makkinga van het CDA. Ja, ik had inderdaad dezelfde vraag rond het draagvlak bij inwoners. Zowel wat betreft de groepen die kabiet schieten als inwoners in de kern. Er wordt nu wel een handreiking gedaan, maar waarom is dit niet in een eerder stadium opgepakt? Het woord is aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed, hè? Het college stelt voor aan de raad om een besluit te nemen. Dus het college is unaniem van mening dat dit een verstandig besluit zou zijn. Maar het is aan de raad om uiteindelijk de afweging te maken. En het college is zich meer dan bewust, ook naar aanleiding van de discussie vorig jaar over met name het kabitschieten, want daar gaat het nu even over, dat dat een gevoelige discussie is. En ik zeg ook heel bewust... dat het gedrag van met name de jongeren die kabit schieten niet de aanleiding is om dit voorstel te doen. Ik vind dat zij zich verantwoord gedragen, dat ze goed hebben begrepen wat we hier vorig jaar hebben besproken, dat ze daar zich bewust van hebben getoond en dat ze hun best hebben gedaan om het afgelopen oud en nieuw goed te regelen. Dus daar geen enkel misverstand over. Dat vind ik ook oprecht. En desalniettemin vind ik dat ik niet de veiligheid kan garanderen. En dat is voor mij de reden om dit voorstel te doen. En daar had ik heel lang over kunnen overleggen. Maar we waren 5 minuten klaar geweest, omdat ik geen enkel overtuigend argument hoor op mij tot andere gedachten te brengen. Anders dan dat wij hier accepteren dat er een veiligheidsrisico is en dat het dan maar zo is. Mijn voorstel is om dat niet te doen. Als u daar anders over denkt in de gemeenteraad, dan ga ik echt niet sikkeneurig naar huis. Maar dan moet u zich wel heel bewust tonen van die omstandigheid. Interruptie, de heer Van der Mooren. Inderdaad, bij interruptie.
als de portefeuillehouder uit mijn kritische opmerking kritiek hoort op dit voorstel, dan is dat niet juist. Mijn kritiek richtte zich op het voorstel vorig jaar, dus het eerste voorstel. Dat begrijp ik, maar dan kom je een beetje op het punt van de heer de Vries-Robles, denk ik, die in eerste termijn zei van ja, dat was eigenlijk een beetje polderen. En dat was het ook. Kijk, ik had gewoon mij zelfbewust, schuldbewust, hè, want u noemde dat geloof ik net. Ik ben me heel bewust van het feit dat de groepen er gewoon heel veel plezier aan beleven, dat er heel veel mensen komen kijken die er ook plezier aan beleven, dat de overlast er is. Maar een kleine groep betreft dan degene die er plezier van beleven. Hè? Laat me zo zeggen. En in die afweging en het feit dat er lange traditie is, hebben we vorig jaar gezocht naar hoe kunnen we dit nou veilig, hoe kunnen we nou iets over de veiligheid zeggen of veiliger maken of garanties inbouwen. Nou, en mijn constatering is gewoon dat we dat niet kunnen. En dat maakt dat ik dit voorstel doe. En die 50 liter is niet zo arbitrair volgens mij. Want de melkbus is 50 liter en het is eigenlijk in Nederland gemeengoed dat er met melkbussen geschoten mag worden, omdat de algemene opinie is dat dat veilig is. Nou, ligt daar nou een TNO-onderzoek aan de grondslag? Nee. Maar daarin is Ommen niet anders dan Staphorst of Genemuiden of Ruinen of welk dorp dan ook. Dus daarmee nemen wij niet een bijzondere positie in. Dat doen we met deze grote tanks echt wel. Er zijn, ik denk niet dat we de enige plek in Nederland zijn, maar er zijn zeer weinig plekken in Nederland waar met dit soort grote apparaten nog geschoten kan worden. Of dat nou leidt tot extra stromen naar mensen naar Ommen met oud en nieuw, dat geloof ik ook niet. Ik geloof niet dat het een aanzuigende werking heeft. Dus daar ben ik ook niet zo bang voor. Het zit er voor mij echt op die veiligheid en de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen of willen nemen. Interruptie, de heer Boers. Ja, dank u wel. Een kleine aanvulling dan toch. Ik snap het probleem. En natuurlijk is het ook een technisch probleem. Hoewel ik erbij blijf dat 50 liter heel erg arbitrair is. Ik zou het in ieder geval kunnen waarderen en ik denk dat het ook goed is voor degene die daar met heel veel toewijding elk jaar mee bezig zijn. Dat we toch een kijkje nemen in de landen van nou, hoe gaan andere gemeentes mee om? Zijn er wellicht toch invalshoeken die dat misschien het inzicht kan veranderen? Als dat niet zo is, dan moeten we uiteraard een wijs besluit nemen en veiligheid staat altijd voorop, vind ik. Maar ik zou er toch wel waarde aan hechten als er ook nog wat breder onderzoek plaatsvindt. De heer Bouwmans. Ik vermoed dat er niks uitkomt. Maar het staat ook niet in brand. Dus wat mij betreft doen we nog één keer een exercitie van is er nou een voorbeeld waar het wel kan. Ik bedoel nogmaals, dat hebben we echt gedaan. We hebben niks gevonden, maar we kunnen nog. Ja, de heer Nijhuis die denkt, wat zegt hij nu toe? Maar laat me wel doen. En als ik niks kan vinden, ook uitnodiging aan u als u denkt. Want nogmaals, het gaat mij er niet om dat ik dat graag wil verbieden. Dat geldt ook naar de heren daar. Als iemand met een voorbeeld kan komen waarmee de garantie eigenlijk is gegeven dat wij ons werk gewoon goed doen, want daar gaat het mij om. Ik wil geen loze garanties geven of loze veiligheid doen. Dan hebben we een andere discussie. Dan blijft nog wel die andere punt staan. Verschil in het vechtal, maar goed, daar kun je overheen stappen. En overlast moeten we dan wel iets mee. Dus bijvoorbeeld op de Rotbrink schieten, dat zie ik niet meer gebeuren in alle eerlijkheid. Maar goed, dat zou een opening kunnen bieden. Wij zullen nog een keer ons best doen. De heren die nu aandachtig luisteren, kunnen ook hun best doen. Misschien hebben ze ook connecties met groepen elders in het land, waar wij ook geen kennis van dragen. D'accord. Ja, de heer Van der Moor heeft gelijk. Ik weet niet of het zo is dat de heer Schelen thuis is gebleven omdat wij de terrastijden op deze manier voorstellen vanavond. Ik denk het niet. Nou ja, kijk, je mag op dat terras ook gewoon cola light of iets anders drinken. Dus het is niet per se dat een opening van het terras bedoeld is om alcohol te nuttigen. Laat ik dat ook maar gewoon zeggen. Het is echt ingegeven uit de praktijk van de afgelopen jaren, waarvan ik vind dat er eigenlijk op een verkeerde manier gebruik wordt gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid die de burgemeester heeft. En dat de toepassing daarvan wel verstandig is, omdat dat een veiliger straatbeeld geeft, een rustiger straatbeeld. En daarom vind ik ook dat de raad eigenlijk die afweging moet maken, niet de burgemeester ieder jaar. Dus vandaar het voorstel nu. Staat het haaks op de matiging van het alcoholgebruik? Denk ik niet, is mijn inschatting. Dus zeg maar het feit dat er een horecagelegenheid open is, wil niet zeggen dat dat slecht is voor de matiging van het alcoholgebruik. Geldt overigens wel
Dat ben ik wel met u eens. En dat zal de heer Swinselman denk ik ook wel kunnen bevestigen. Dat naarmate de avond vordert en mensen dus over het algemeen als ze alcohol gebruiken wat meer drinken. Is het wel zo dat de alcoholondernemer, de horecaondernemer natuurlijk wel goed zich bewust moet zijn van wie die schenkt en wat die schenkt en of het nog verantwoord is. Dus niet alleen dat de gebruiker daar verantwoordelijkheid heeft, maar ook de uitbaten. En ik heb zelf de indruk, op basis van de ervaring van afgelopen zomer, dat de ondernemers zich heel bewust zijn van dit prudente voorstel. En dat ze ook weten dat als het fout gaat, dat het ook heel snel door u teruggedraaid gaat worden. En daar hebben ze vorig jaar echt, kan niet anders zeggen, keurig gedragen. Zich ook bewust getoond van die gevoeligheid. Overlast, cannabisgebruik of drank. Ja, u mag ook niet drank gebruiken op de openbare weg. Dus volgens mij is dat gewoon, terras is een terras. Hè. Dat is onderdeel van de openbare inrichting, of van de inrichting dan. Dus dat mag ook niet. Ik weet niet of je anders reageert op alcohol dan op cannabis. Alcohol heb ik wel eens gebruikt, cannabis nog nooit. Dus daar kan ik niet uit persoonlijke ervaring met u delen. Medisch gebruik is wel even een goed punt wat u zegt. Vindt u het goed dat ik daar op terugkom? Want ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat met medicinaal gebruik van cannabis. Of je dat ook buitenshuis doet of zo. Dus dat moet ik even checken. Als u dat goed vindt, kan ik u nu geen antwoord op geven. Maar dat zoek ik uit. Daar komen we schriftelijk wel even op terug voor de behandeling in de raad. En waarom geen overleg heb ik net uitgelegd. Hè. We hebben overigens wel, dat wil ik wel zeggen. Want we halen natuurlijk kennis aan de organisatoren van het kabit schieten. We hebben ze allemaal wel bewust het voorstel toegestuurd. Ook gewezen op vanavond, ook uitgenodigd om in te komen spreken. En ook aangegeven dat wij wel openstaan voor een toelichting. Dus daar is helemaal geen hardvochtigheid aan onze kant. Maar omdat het zonder zwart-wit discussie toch voor ons is. Hè, gegeven de omstandigheden die ik net noemde, hebben we voor deze methode gekozen. Misschien hadden we achteraf nog een uur kunnen gebruiken om het nog uit te leggen. Of dat heel veel toegevoegd had, weet ik niet. Goed, ik kan het ook niet meer anders doen dan nu. Voorzitter, wou ik het bij laten. Voor degenen die hier niet zo vaak komen, even het volgende. Wat er vanavond gebeurt, dat is niet in besluitvormende zin. De raadsvergadering die besluit over het al dan niet doorgaan van de APV. Ik zou de insprekers nog willen vragen of ze nog behoefte hebben om 1 minuut nog een standpunt toe te lichten. Dan wel commentaar te leveren. Nou, jullie zijn collectief, dus dan is het collectief, mag je het woord voeren, maar stel je wel even voor. Hoe zegt u? Dan zou u onze collega's moeten vragen. Ik heb geen idee. Even kort, ik had een aantal punten opgeschreven. Om te beginnen wou ik toch graag aangeven dat de kleine bussen over het algemeen een laag veiligheidsbesef aanwezig is bij ons, of bij de schutters en bij de bezoekers. Dat grotere bussen een groter veiligheidsbesef met zich meebrengen. U gaf het zelf al aan, de veiligheid kunnen we ook eigenlijk niet waarborgen bij kleine bussen. Dus eigenlijk was ook mijn vraag, kunt u dat dan wel, maar u gaf zelf daar het antwoord op. De APV op andere plekken, ik heb klein desk research gedaan. In Kampen bijvoorbeeld staat niks beschreven over een gemaximeerd aantal liters waarmee men mag schieten. In onze buurgemeente Dalfsen bijvoorbeeld wel, daar staat 100 liter in. Dus dat het 50 liter dan arbitrair is, ben ik het mee eens. Als laatste punt zal ik u wel graag willen wijzen op of u weet wat de impact is van deze wijziging van de APV. Voor ons is, als de APV gewijzigd wordt, de lol er vanaf. En stoppen wij hiermee. Dan kan ik natuurlijk alleen vanuit onze groep praten. Ik weet niet hoe onze andere groep daarmee zal doen. De impact daarvan is dat de 400 mensen die 's middags bij ons op bezoek zijn, elders hun eigen capriolen gaat uithalen. Wat dus ook andere veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Dat was het eigenlijk wel een beetje. Sorry. Klein vraagje, want ik begrijp dus dat een Dalfse... Officieel kan dat niet, meneer Boers. Maar vooruit, het gaat om het karbitschieten. Deze toegestaan. Ik heb een hele serieuze vraag. Ik begrijp dat een Dalfse dat tot 100 liter is toegestaan.
Ik had even snel gekeken op internet en daar stond inderdaad de 100 liter vermeld bij, in de APV van onze buurgemeente Dalfsen. Okay. Ik heb gauw nagezocht wat ze in Kampen hebben geschreven daarover en daar staat niks over. Ja. Daar staat APV ook een stuk korter omtrent de kabitschieten. Er staat alleen die over het gebruik van horeca. En wat is jullie maximale volume? We hebben het niet exact nagemeten, dus ik kan daar geen gevalideerde uitspraak over doen. Maar we hebben een ouderwetse gasolietank, die is helemaal dubbelwandig. En er is aan alle kanten is die verstevigd. En er kon oorspronkelijk 5000 liter gasolie in. Okay. Dus ik denk dat... Ja, dankjewel. Nou goed, maar ik wil wel even aangeven dat de melkbussen van de jaren, dat weet u beter als ik, van de jaren 50 zijn. In het algemeen. Nee, maar dat zijn busjes met een wanddikte van een millimeter of 1 A2. En onze tank die heeft een wanddikte van meer dan een centimeter. Dus wat ik al zei, kleine busjes, een lager veiligheidsbesef. Uiteindelijk een klein busje als die explodeert of als daar iets mee gebeurt. Zijn de veiligheidsrisico's eigenlijk ook niet te overzien. Als je daar heel kort bij staat. Ik wou in ieder geval wijzen op de impact van het mogelijke besluit. Dat ze dan gewoon heel veel groepen mee stoppen. En dat er dan andere mensen gaan experimenteren. Dank u wel. Mevrouw Van der Boon of de heer Swinselbaan nog? Ik wil nog wel toevoegen aan het besluit dat de verruiming, het is geen verruiming van openingstijden, alleen het terras, de terrastijden worden verruimd. Dat betekent dat er eigenlijk minder migratie van bezoekers plaatsvindt, omdat normaal als het om 12 uur zeg maar, het terras sluit, dat de mensen al gaan lopen. En om 1 uur zijn de cafés zeg maar, die sluiten. En dan heb je weer een golf van mensen die vertrekken. Ik vind het wel jammer om te horen dat er zoveel overlast is. En we hebben al met mevrouw Van der Boon gesproken en om contact te zoeken en om te kijken of we dat een gezamenlijke oplossing kunnen en voor dit probleem kunnen komen. Dank u wel. Dan staat ons voor vanavond nog één ding te besluiten en dat is het een hamerstuk of een bespreekstuk? Ik concludeer dat het een bespreekstuk is. Ja, dat wist ik eigenlijk al aan het begin van de behandeling na meneer Van der Moorden. Dan, vooruit, de nabrander. Ja, nee, gewoon even praktisch, hè? Want ik heb net gezegd dat met name dat aspect van zijn er nou elders voorbeelden waar blijkbaar wel een garantie over die veiligheid gegeven kan worden. Wij gaan ons daar na het weekend aanzetten, maar dat kan misschien een beetje interveneren met het tijdsplan. Dus we moeten denk ik wel even goed de lijnen kort houden of het allemaal lukt. Met name de andere aspecten zou ik wel graag door willen laten gaan, omdat de terrastijd is wel van belang voor de helderheid richting de zomer. Of je het nou goed vindt of niet goed vindt, ongeacht de uitkomst is het wel helderheid nodig. Dus in ieder geval die, met uitzondering van kabitschieten, zou ik wel graag ook de volgende raadsvergadering aan de orde hebben. Kabitschieten kan ik me voorstellen dat als we de informatie niet scherp krijgen, dat zou dan ook wel in de cyclus van april kunnen wat mij betreft. Ja, dat is aan het college op enig moment om te besluiten hoe het voorstel eruit ziet. Precies, want dat betekent dat er een gewijzigd voorstel komt. Oké, dan hebben we het over het gewijzigde voorstel mogelijk in de eerstkomende raadsvergadering. Allemaal bedankt voor de komst en een goede reis naar huis.